Minister Edgard Dikan van Regionale Ontwikkeling, RO, heeft afgelopen vrijdag de leiding van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, SFOB, vervangen. De bewindsman heeft Marlon Cairo aangesteld als een nieuwe directeur. Cairo heeft daarmee de leiding overgenomen van waarnemend directeur Michael Weidum. De overdracht en installatie vonden plaats in aanwezigheid van de leiding van het ministerie, het bestuur en medewerkers van de SFOB. Minister Dikan gaf in zijn toespraak aan dat de leiding besloten heeft om een nieuwe directeur aan te stellen, om daarmee de stichting in de gelegenheid te stellen een nieuwe weg in te slaan. Verder feliciteerde de minister de nieuwbakken directeur en gaf aan dat die kan rekenen op volle ondersteuning van de leiding van het ministerie. Agnes Bleier, voorzitter van de SFOB, zei bij de overdracht dat de stichting als werkarm van het ministerie mede verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het strategisch plan van het departement. Het is volgens haar de taak van de SFOB om een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de achterstand van de binnenlandbewoners.